Goedemorgen allemaal. Ik ga jullie weer vertellen wat er in de leuke envelop zit die jullie vandaag weer krijgen. Er zitten hartstikke leuke dingen in, maar ook wat informatie voor papa's en mama's. Dan moeten jullie heel goed lezen, papa's en mama's. Wat informatie over Flexkids, dat het heel belangrijk is nu. En een EHBC-boekje met allemaal instructies over hoe we het vanaf maandag gaan doen. Er staat in waar jullie de kinderen mogen brengen en hoe wij omgaan met hygiëne en allerhande informatie daarover. Lees het goed door, is heel belangrijk. Omdat jullie onze kanjers zijn, hebben we voor jullie ook iets superleuks, papa's en mama's. Een kleinigheidje voor jullie, want jullie hebben super hard gewerkt al die tijd. Jullie hebben met de kinderen geknutseld, gespeeld, geknuffeld, alles wat wij helaas niet konden doen. Maar jullie hebben het goed gedaan. Voor jullie een kleinigheidje. Nou is het zondag ook moederdag. En dan moeten eigenlijk alle papa's of alle mama's even de oren en de ogen dicht houden. En die mogen niet horen wat ik nu ga zeggen. We hebben een kleinigheidje erbij gedaan. Wat de kinderen kunnen knutselen. Voor mama. Staat hier op hoe het moet. Maak er maar eens iets heel moois van. En als je klaar bent, verstop je het onder je bed of onder in de kast. Niet vergeten waar je het neerlegt natuurlijk. En als het moederdag is, geef je de verrassing aan mama. Je kan er nog een mooi gedichtje bij doen. Met een hartje erbij, omdat je mama zo lief vindt. En een hele mooie tekening. Kleur hem maar mooi. En dan rol je hem op. Misschien een mooi strikje eromheen. Dan is het super grote verrassing voor mama. Succes daarmee. We hebben ook nog, voor de allerkleinste van ons, die al die tijd wel mooie knutselpakketten kregen, maar niet konden knutselen omdat ze te klein zijn, hebben we dit keer een knuffeltje meegegeven in de envelop. Een mooie nijntje knuffel om lekker mee te knuffelen. Voor onze lieve kleine babytjes. Lekker knuffelen samen. Veel plezier met een super mooie envelop. Wij hopen jullie maandag allemaal te zien. We hebben er hartstikke veel zin in. Nou, fijn weekend nog en tot maandag. Dag!